Ik open deze zitting met gebed, verzoek de collega's hun baret af te nemen. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Dames en heren, van harte welkom in deze academische zitting die geheel in het teken staat van het afscheid van professor Jan Franken als hoogleraar methodologie van het privaatrecht. Professor Franken zal een afscheidscollege geven over zijn nieuwe boek Asser Franken, deel algemeen deel 3, een synthese. Het is mij genoegen om hem het woord te geven. Veel dank dat u allemaal hier naartoe bent gekomen om mij na ruim 30 jaar aan deze faculteit en universiteit uit te zwaaien. Ik heb ter voorbereiding van deze afscheidsreden nog een keer mijn oratie doorgenomen. En ik heb toen geconstateerd dat de toen aanwezigen toch heel erg hebben moeten zuchten onder mijn inspanningen om te laten zien dat ik ook iets van het vak afwist. En ik heb mij voorgenomen om het vandaag iets luchtiger te doen, maar ik beloof niks. Wat kunt u van mij verwachten? Ik zal iets vertellen over het boek en dat moet ik halsbrekend kort moet ik dat doen. Vervolgens zal ik twee mensen toespreken en daarna komt er nog een boek en geen Liber Amicorum. Maar er zal wel op zeker ogenblik zal ik de regie uit handen moeten geven en het enige wat ik daarna nog zeker weet is dat wij elkaar zullen treffen voor de aula onder het genot van hapjes en drankjes. Drie keer een algemeen deel. Hoe ze zich tot elkaar verhouden is tamelijk eenvoudig aan te geven. Het eerste boek ging over de rechter. Wat doet hij, wat moet hij doen als hij tot een uitspraak komt? Het tweede boek ging na enige omzwervingen uiteindelijk over de wetenschapper. Wat doet de wetenschapper in het privaatrecht als hij zich met privaatrecht bezighoudt? En het derde boek heb ik een synthese genoemd en dan kunt u al invullen waar dat over gaat. Het gaat over de rechter en de wetenschapper. En een vergelijking van wat hebben zij, wat doen zij wanneer zij in de praktijk bezig zijn of wanneer ze met een onderzoek bezig zijn. Ik heb zelf allebei gedaan. Ik ben een soort hip-hop, zou je kunnen zeggen, van praktijk. Ik ben aan de universiteit begonnen, toen naar de praktijk, terug naar de universiteit, weer naar de praktijk en terug naar de universiteit. En daar zit ik op dit ogenblik nog steeds. 10 jaar rechtspraktijk en 37 jaar universiteit. En de snelle rekenaars onder u zullen dan denken dat ik wel heel erg jong was toen ik begon. Maar ik heb 5 jaar in combinatie gedaan. En de vraag is, was het werk dat ik deed, was dat nou inwisselbaar? Was het veel van hetzelfde of was het juist totaal anders? En in de kern is dat de vraag die ik in mijn boek probeer te beantwoorden. En sommigen zullen zeggen van, is dat wel een serieuze vraag? Dus natuurlijk is er verschil tussen rechter en wetenschapper. Maar dat is niet de gangbare opvatting in het recht. Gangbare opvatting in het recht is anders en ik zal die als eerste gaan bestrijden. En vervolgens zal ik dan eerst uitleggen en vervolgens zal ik die gaan bestrijden. En ik zeg het maar op voorhand, het zou heel mooi zijn als het boek, het algemeen deel, er fysiek ook zou zijn. Maar dat heb ik niet gehaald, dan had ik het 3 maanden geleden al moeten inleveren, want dat is de tijd die de drukker ongeveer nodig heeft. Dus het is nu nagenoeg klaar. Ik ben iemand die altijd nog 5 keer nakijkt en de 6e keer ook nog wel een keer. Dus het is op een haar na klaar en het zal over enige tijd zal het verschijnen. Ik begin mijn uiteenzetting over de gangbare opvatting met een citaat van Paul Scholten. Die schreef het eerste algemeen deel in 1931. En wat ik citeer is niet echt bekend, het staat in het voorwoord en zelf heb ik er ook 35 jaar lang overheen gelezen, geloof ik. Hij zegt in het voorwoord van zijn algemeen deel dat juristen moeten leren zich rekenschap te geven van de methode die de wetenschap van het privaatrecht volgt. Dus de methode die de wetenschap van het privaatrecht volgt. Dan verwacht je dat het boek ook over de wetenschap zou gaan. Maar dat is niet zo, het boek gaat over de rechtspraak. En dus moeten de juristen, om zich op de hoogte te stellen van de methode van de wetenschap van het privaatrecht, moeten zich verdiepen in datgene wat de rechter doet. En welke factoren allemaal van belang zijn voor die beslissing. Dus voor Scholten is de beslissing, het rechterlijk oordeel, de activiteit van de jurist in het privaatrecht en ook voor de wetenschapper. De rechter is het rolmodel.
En die voorstelling van zaken is niet beperkt tot Nederland, maar er is een vrij algemeen gevolgde benaderingswijze. Ik heb een vracht aan bewijsmateriaal verzameld in mijn boek, daar kunt u het allemaal, TZT, kunt u het nalezen. Maar nu noem ik alleen maar twee titels van boeken. Het eerste gaat over Europees privaatrecht en methode. En de schrijver zegt al voorkomen vanzelfsprekend dat je het heeft over de rechterlijke rechtsvinding en de rechterlijke rechtsvorming. Dat is de methode van het privaatrecht. En een Engelstalig boek van hoe juristen denken, dat is eigenlijk idem dito van, dat gaat over de manier waarop de rechter denkt. En dat is een boek uit 2009, wat je ongeveer copy-paste op het boek van Scholten kunt leggen van 80 jaar eerder. Daar zit helemaal geen verschil in, althans nauwelijks. En ook in het onderwijs leiden wij studenten op, althans in het privaatrecht, in het leren zich op te stellen als de rechter, het leren casusposities te beoordelen en casusposities te beantwoorden. En aan te geven wie, welke partijen, welke rechten heeft. Dus ook in de opleiding staat de beslissing, staat centraal. En in mijn boek ga ik nu op zoek naar mogelijke verschillen en mogelijke overeenkomsten tussen rechter en wetenschapper. En ik zal vandaag om redenen van tijd vooral de verschillen benadrukken. Die zijn wat interessanter, denk ik, dan de overeenkomsten ook. En ik ben ervoor gaan zitten en heb proberen na te denken van wat doe je nou eigenlijk als rechter en wat doe je nou eigenlijk als wetenschapper. En daarbij stap voor stap proberen te analyseren wat er gebeurt. Dat is de benaderingswijze van de methodegroep, de onderzoeksgroep Methode en Methodologie, waarin wij niet vanuit hooggestemde ideeën over wat wetenschap is, maar gewoon proberen te kijken naar datgene wat er feitelijk gebeurt en proberen dat in kaart te brengen. En ik heb vier vergelijkingspunten die ik in deze reden aan de orde wil stellen, zodat ik noem u meteen maar vier, dan kunt u meetellen of aftellen, al naar gelang het u het beste uitkomt. En ik, even voor de duidelijkheid, ik concentreer me op privaatrecht. Ik heb niet onderzocht of hetzelfde ook opgaat voor bestuursrecht, voor strafrecht of wat dan ook. Ik denk dat er vrij veel overeenkomsten zullen zijn, maar dat heb ik niet onderzocht, dus daar doe ik ook geen uitspraak over. Het eerste verschilpunt is eigenlijk een trivialiteit. Een rechter krijgt een vordering of een verzoek voorgelegd. En daar moet hij een uitspraak over doen. Vordering tot schadevergoeding, tot ontbinding van overeenkomst, tot echtscheiding of wat dan ook. En de rechter kan niet zeggen, van god, joh, dat is eigenlijk toch niet de meest handige vordering die je hebt voorgelegd. Zou je niet wat anders doen, et cetera. Nee, hij moet daarover moet die uitspraak doen. Een onderzoeker krijgt niks voorgelegd. Onderzoeker moet zelf zijn onderwerp moet die bedenken. Want er is niemand die hem dat aanreikt. En dit triviale gegeven is eigenlijk al, heeft enorme consequenties. Namelijk dat een onderzoeker heel veel mag, heel veel kan en dat je dat ook daadwerkelijk ook doet. Hij heeft niet alleen het perspectief van de rechter, maar gaat ook vergelijken, hij gaat verklaren, hij gaat theorieën bouwen, hij gaat kritiek leveren, hij gaat vooronderstellingen opsporen, et cetera, van nieuwe oplossingsrichtingen aanwijzen, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die een wetenschapper kan doen en een rechter niet kan doen. En dat kan bovendien de wetenschapper op heel concreet niveau en kan ook op heel abstract niveau kan hij te werk gaan. En wat ik nu zeg, heeft betrekking op het gebruikelijke onderzoek in het privaatrecht, namelijk het juridisch dogmatische onderzoek. Daar heeft de onderzoeker een enorme keuzevrijheid van zelf kiezen welke onderzoeksvragen, wat hij aan de orde zou willen stellen en wat iets meer zijn. En daarboven kan een onderzoeker ook nog andere dingen doen. Hij kan empirisch onderzoek doen. Hij kan multidisciplinair onderzoek doen. Hij kan rechtsvergelijkend onderzoek doen, internationaal, et cetera. Heel veel andere perspectieven, type onderzoek, die ook ter beschikking staan van de onderzoeker, en waar in beginsel de rechter dat niet kan doen, bij de vergelijking tussen rechter en wetenschapper. En als we zien naar die verschillende type onderzoek, is het in de huidige tijd gebruikelijk, althans meer gebruikelijk om te zeggen dat bepaalde typen, dat die intrinsiek beter zijn dan andere typen. Ik zou zeggen dat dat niet juist is. Juridisch dogmatisch onderzoek, empirisch of multidisciplinair, zijn intrinsiek van dezelfde waarde. Alleen het ene is goed en het andere is niet goed. Dus het enige waaraan geoordeeld zou kunnen worden is de kwaliteit van het onderzoek dat je ook doet. En natuurlijk is het ook altijd zo dat de een vindt dit interessanter en dat interessanter, maar dat is altijd zo. Dus een vrijheid van de onderzoeker en een antwoord geven op een vordering of een verzoek van de rechter. Daarmee te beginnen als eerste stap. Tweede vergelijkingspunt is dat een onderzoeker
heel veel meer publicatievormen ter beschikking heeft dan een rechter. Een rechter spreekt door middel van zijn vonnis, lag ik laatst ook een keer. Hij heeft zijn uitspraak die hij gebruikt en daar moet hij dus zijn ei in kwijt, om het zo maar te zeggen. En de wetenschapper kan boeken schrijven, kan artikelen schrijven, kan chronieken, kan columns, kan ook, zoals een huidige tijd, krantenartikelen schrijven, et cetera. Kan dus heel veel publicatievormen heeft hij ter beschikking. En niet voor alle publicatievormen gelden dezelfde eisen, dezelfde kwaliteitseisen, maar daar zit een verschil tussen. In mijn boek vergelijk ik dissertaties, artikelen en annotaties. Ik denk dat dat zo ongeveer het spectrum dan weergeeft van datgene wat een wetenschapper kan doen. En daarmee, dat schiet lekker op, zijn we al aan het derde vergelijkingspunt. Dus de vrijheid van de onderzoeker en de rechter die zeg maar in een concreet geval tot een uitspraak moet komen. En die rechter moet dat doen in een concreet geschil. Met feiten die door partijen worden aangedragen. En daar mag je niet buiten gaan. En datgene wat, hoe dat proces wordt gevoerd, dat proces op tegenspraak bij het vaststellen van de feiten, dat moet worden gevoerd volgens de regels van het civiele procesrecht. Maar de rechter heeft een wezenlijke taak in het vaststellen van feiten van de zaak van het concrete geschil wat er aan de hand is. En daarbij geldt dat die rechter niet zelf op onderzoek mag uitgaan. Hij is gebonden, met enige ruimtes natuurlijk, alle dingen die ik zeg, daar zijn nuanceverschillen, er zijn alle discussies over, et cetera. Maar in het beginsel is hij gebonden aan datgene wat partijen hem voorleggen. En hij mag niet zelf op onderzoek uitgaan. Hij moet het bepalen wat er vaststaat binnen de spelregels van het procesrecht. En daarbij speelt uiteindelijk de overtuiging van de rechter een heel belangrijke rol. Als partijen, ieder vanuit hun eigen visie, hun eigen kleuring, de feiten schetsen, dan moet de rechter daar uiteindelijk vaststellen van welke van die kleuringen juist is of niet juist is. En dat vaststellen en bepalen van welke feiten er in een procedure gelden, is in hoge mate afhankelijk van de overtuiging, zo zit het of zo zit het niet. In ieder geval is een rechterlijk oordeel over de feiten is niet gebaseerd op wetenschappelijke bewijsvoering, maar is gebaseerd op een overtuiging. Het is een overtuigingsoordeel. Dus de rechter, gebonden aan de feiten van partijen, hij moet die volgens bepaalde spelregels moeten zich daarover uitlaten, moeten die vaststellen. En uiteindelijk is het vaststellen is een overtuigingsoordeel. Voor de onderzoeker ligt dat heel anders. Die krijgt geen feiten aangereikt. Net zo min als hij de onderzoeksvraag aangereikt krijgt, krijgt hij ook niet de feiten aangereikt. Hij zal dus zelf op onderzoek uit moeten gaan om die feiten te kunnen vaststellen. En daarbij heeft hij meestal andere feiten nodig dan een rechter. In de eerste plaats zullen die feiten algemener zijn. Je kunt in een concreet geval kun je bijvoorbeeld wel nagaan of, laten we zeggen, een 10-jarige, of die mee mag spreken over zijn verblijfplaats na echtscheiding. Daar kun je in een concreet geval nog wel uitkomen dat je dan onderzoek doet en de desbetreffende persoon bekijkt, kind bekijkt en dan nagaat of dat zou kunnen. Maar als onderzoeker moet je het op een algemener niveau bekijken. En als je dat doet, dan heb je het dus over de 10-jarigen in het algemeen. En dan zul je ergens anders feiten vandaan moeten halen. Andere feiten zullen dan relevant zijn dan datgene wat in dat ene concrete geval geldt. Dus de feiten die een wetenschapper nodig heeft, zijn algemener dan datgene wat in een concrete geval speelt. In de tweede plaats heeft de onderzoeker vaak andere feiten nodig dan de rechter nodig heeft. Laten we het voorbeeld nemen van de griffierechten. De verhoging van de griffierechten. Is die verhoging zodanig dat er strijd is met het recht op toegang tot de rechter in de zin van artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens? Daar heb je bepaalde gegevens voor nodig, bepaalde argumentatielijnen, et cetera. Maar als je de vraag stelt van of een verhoging van de griffierechten nadelig werkt voor mensen die een arbeidsovereenkomst hebben of voor huurzaken, et cetera, dan zul je op een andere manier feiten bij elkaar moeten zien te verzamelen dan wanneer je in een procedure over dat ene concrete geval praat. Wel nu, en dat verzamelen van feiten, dat bijeengaren van feiten, dat is iets wat je niet hapsnap kunt doen, wat je niet kunt doen van mijn overtuiging zegt me dat dat zus en zo zit,
Maar je zult op een andere manier te werk moeten gaan, volgens andere conventies, volgens andere spelregels, om te achterhalen wat feitelijk, welke feiten zijn die jij kunt gebruiken. En dat laatste, dat achterhalen van die feiten, is in het gebruikelijke onderzoek, privaatrechtelijke onderzoek, komt dat niet zo vaak voor. Wij zijn niet zo zoekend naar allerlei feiten die van belang zouden kunnen zijn. Ik merk een klein verschil, langs de hand in proefschriften, dat je ziet dat mensen vaker enquêtes houden, dat ze interviews houden, dat ze expertmeetings houden, et cetera, om te achterhalen wat er feitelijk eigenlijk aan de hand is, en dat om meer te weten van de feitelijke grondslag van datgene waar ze het over hebben. Dus, de rechter is heel sterk betrokken bij het vaststellen van feiten, en de wetenschapper doet dat, als het derde verschilpunt, veel en veel minder in het mainstream onderzoek op het terrein van het privaatrecht. En dan komen we aan het vierde en laatste vergelijkingspunt, waar eigenlijk de andere min of meer in uitmonden. De hele vrijheid die de wetenschapper heeft en zich weinig bemoeien met allerlei feiten, en de rechter die een uitspraak moet doen in een concreet geval over een bepaalde vordering of een bepaalde verzoek. En het vierde vergelijkingspunt is dan, die rechter moet een knoop doorhakken. De rechter moet beslissen. En dat is niet zomaar dat je dan een regel toepast op feiten, dat is veel ingewikkelder, maar daar gaat de rechtsvindige literatuur over, daar ga ik nu vandaag niet op in. Maar wat mijn vergelijkingspunt is, is dat als de rechter een knoop doorhakt, dan moet je daarbij een bepaalde maatstaf hanteren. Dat kan ook niet zomaar, maar er zit een zekere maatstaf. En die maatstaf is dat de beslissing die hij neemt, dat die redelijk is, dat die maatschappelijk aanvaardbaar is, dat die just, fair and reasonable is, dat die werfkracht heeft, et cetera. Hij moet dus daarop gericht zijn. En die aanvaardbaarheid, als ik het daar even toe kan beperken, werfkracht, aanvaardbaarheid, maar maatschappelijke aanvaardbaarheid, dat kan soms heel hoog gestemd zijn dat je zegt van het moet rechtvaardigheid zijn met een hoofdletter, maar het kan ook heel praktisch zijn dat je zegt van nou, dit is de beste manier om het aan te pakken en dit is de meest praktische oplossing die we kunnen vinden. Dus het is goed om daar wat meer zicht op te krijgen, maar het gaat mij nu vooral om twee elementen die altijd blijven hoe je zeer je ook die aanvaardbaarheid invult. Het eerste element is van dat een rechter uitkomstgeoriënteerd is. Hij speelt, om het vrolijk te zeggen, resultaatsvoetbal. Er moet een bepaald resultaat zijn en het resultaat moet aan zekere eisen voldoen van maatschappelijke aanvaardbaarheid. En daarbij kan hij allerlei argumenten, allerlei feiten, kan hij duwen en trekken in een bepaalde richting, zodat uiteindelijk die rechtvaardige maatschappelijk aanvaardbare uitkomst uitkomt. En soms moet hij daarvoor zelfs nieuw recht creëren. Ook dat is aanvaard dat de rechter rechtsvormende taak heeft. Als het kan, als het moet, kan hij, zeg maar, moet hij daar ook tot rechtsvorming overgaan. Dus die oriëntatie op maatschappelijke aanvaardbaarheid brengt mee dat hij moet duwen en trekken en de argumenten zien te zoeken in een bepaalde richting. Binnen de grenzen natuurlijk van het materiële recht, binnen de grenzen van het procesrecht, maar die zijn niet in steen gebeiteld, die zijn ook redelijk flexibel. En dat duwen en trekken, dat is niet verboden, maar dat is juist geboden. Het is zijn ethische plicht, zeggen mensen soms, zijn ethische plicht, om dat ook daadwerkelijk zo te doen. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk, aan de ene kant boeiend, rechtspraak, aan de andere kant zo oneindig moeilijk, want je moet dus op voorhand weten, vermoeden, een idee hebben van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. En hoe kun je dat te weten komen? Je moet op voorhand een idee hebben van allerlei eventueel negatieve neveneffecten die er zijn. En hoe kun je dat weten? Dus dat betekent dat hij op die punten altijd enorm op zijn intuïtie, zijn creativiteit, zijn kennis, ervaring, etc. zijn fundamentele kenmerken van datgene wat een goede rechter is. En er komt nog bij in de huidige tijd, hij moet ook een beslissing nemen die er over 10 jaar nog staat. En wie kan tegenwoordig iets zeggen wat over 10 jaar nog staat? Maar hij zal het wel moeten doen om daarop vooruit te kunnen lopen. En natuurlijk zijn er altijd grenzen. En natuurlijk is er ook altijd discussie. Van de ene wil wat verder gaan dan de ander. De ene is wat meer aanpakkerig dan de ander. De ander is wat voorzichtiger, et cetera. Zijn helemaal een wetgever over. Kunnen we niet doen of de gevolgen niet voorzien, enzovoort. En dat wijst dat verschil op een
Tweede, naast de uitkomstgeoriënteerdheid van de rechtspraak, is ook altijd de persoon van de rechter een wezenlijk onderdeel van het denken over rechtspraak. Dus de persoon van de rechter doet ertoe. Niet alleen wat ik heb genoemd in het kader van de overtuiging over het vaststellen van de feiten, maar ook in het kader van welke beslissing is maatschappelijk aanvaardbaar. Daar zit verschil tussen de ene rechter en de andere rechter. En dat is een van de mogelijke misverstanden, zou je kunnen zeggen. Althans, de president van het Bundesverfassungsgericht noemde dat onlangs zo van, hij zei van, leken denken dat altijd maar één uitspraak de juiste is. Nou, wij weten wel beter, want er zijn veel meer uitspraken mogelijk op basis van hetzelfde feitencomplex van wat een rechter doet. Dus er is niet één uitspraak. En dat houdt in dat die persoon van de rechter daar medesturend is. Allemaal binnen bepaalde grenzen, maar hij is uiteindelijk is hij medesturend daarbij. En inmiddels begint dat ook al een apart veld van onderzoek te worden. Wij willen wat meer weten van de persoon van de rechter als die man en vrouw zo belangrijk zijn van wat beweegt hem of haar en wat zijn hem of haar, ideeën, antecedenten of wat dan ook. Oké, dus uitkomstgeoriënteerdheid en de persoon van de rechter van belang voor de wetenschap. Voor de rechter, excuus. Uitkomstgeoriënteerdheid, persoon van de rechter. Dat geldt voor een wetenschapper niet. Stel er zich voor een wetenschapper die gaat duwen en trekken aan feiten en argumenten om daar een bepaalde maatschappelijk wenselijke uitkomst uit te krijgen. Dat riekt naar wetenschapsfraude, zou ik denken. In ieder geval, je hebt altijd een zekere interpretatieruimte, maar dat kun je dus als wetenschapper niet doen. Je mag niet dingen interpreteren in de richting van de maatschappelijk wenselijke uitkomst. Een onderzoeker is vraaggestuurd en probeert om de waarheid te achterhalen. Wat je er ook verder van vindt en hoeveel je erover kunt zeggen, maar een onderzoeker moet gericht zijn op het achterhalen van de waarheid. En dat houdt in dat als hij een vraag heeft en daar bepaalde feiten bij vindt, dat dan de conclusie die hij trekt, de beslissing die hij neemt, dat hij een beetje moet kloppen bij datgene wat het materiaal heeft aangereikt. Er moet dus die feitelijke basis moeten zijn. En hij mag het niet verder trekken dan datgene waartoe dat aanleiding geeft. En ik weet ook wel dat het misschien wat al te idealistisch is voorgesteld zoals ik het nu zeg, maar het is, zeg maar, als scherpe onderscheiding kun je dat waarschijnlijk wel aanhouden. En als er iets uitkomt wat niet aanvaardbaar of wenselijk is, jammer dan, maar het is niet anders. Dat is de taak van de wetenschapper. Tot zover de analyse van de kernverschillen tussen rechter en onderzoeker. Dus de enorme keuzevrijheid van de rechter, van de onderzoeker. De rechter die als het over de feiten gaat de onderzoeker met lengte verslaat. En de oriëntatie op een aanvaardbare uitkomst versus de oriëntatie op een ware, op waarheid en ware feiten. En anders, dat is mijn conclusie, anders dan een gangbare mening voorop stelt, is in het privaatrecht hebben rechters en onderzoekers een fundamenteel andere blikrichting en verantwoording. Ze zijn niet overeenkomend te scheren. Je kunt niet zeggen dat een rechter paradigmatisch het rolmodel is voor de wetenschapper. En dat leidt mij daartoe dat wij voortaan, als wij spreken over methodenleren, methodologie, legal reasoning, juridische argumentatieleren of wat iets meer zijn, dat we meteen een onderscheid moeten maken tussen de methodologie van de rechtspraak, de rechtspraktijk, en de methodologie van de onderzoeker. Die twee moeten we onderscheiden en dat doen we nu niet. En nogmaals, ter vermijding van misverstanden, van ik heb het nu alleen over het gebruikelijke juridische onderzoek, wat wij juridisch dogmatisch onderzoek noemen. Dat er verschil is tussen rechtspraak en multidisciplinair onderzoek, hoef ik niet uit te leggen, dat spreekt vanzelf. Maar het gaat over juridisch, dogmatisch onderzoek, het gebruikelijke onderzoek. En daar zitten grote verschillen in wat een rechter doet en wat een wetenschapper doet. En dan komt natuurlijk de vraag van, oké, wij weten dat. En wat doen we dan? Nou, dat was het moeilijk. En begint het echte werk pas, namelijk dat je dan gaat doorrekenen en uitwerken van de gevolgen van het onderscheid tussen rechter en onderzoeker. En vooral wat betreft de onderzoeker staat die uitwerking nog in de kinderschoenen. Want tot nu toe heeft hij weinig aandacht gekregen. Dat hoefde ook niet, want de wetenschappen handelen als de rechter. Dus we hoefden dat niet te onderscheiden. En dat zou nu wel moeten.
En er wordt vaak gezegd van, we hoeven het maar op te schrijven, we weten wel wat we doen, maar ik denk dat het veel verder gaat en dat je inderdaad van de grond af aan moet gaan overdenken en bedenken van wat allemaal de gevolgen zijn en wat de verschillen zijn tussen de rechter en de wetenschapper, die stap voor stap benaderingswijze. Welke conventies gelden nu en welke informele praktijken gelden nu als je iemand een onderzoek doet? En dat zal het wetenschappelijk forum zal zich daarover moeten buigen. Wel, in mijn boek werk ik een groot aantal voorbeelden uit, waarbij ik steeds ook vergelijk met de rechtspraak. En als ik alles bij elkaar optel, dan kom ik aan zo'n 100 of meer. Maar niet in de vorm van dorre, droge regels, maar er is geen spoorboekje, maar in het opwerpen en analyseren van allerlei situaties die zich bij onderzoek en in de rechtspraak kunnen voordoen. En die herkenbaar zijn als situaties waar men dagelijks eigenlijk mee te maken krijgt. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Sommigen zullen vrij duidelijk zijn vanaf het begin en anderen zullen dat niet zijn en verschil van mening oproepen, zoals het meestal ook is. Ik zal een paar voorbeelden om redenen van tijd. Ik heb ervoor gekozen om mijn basisverschil, om dat uit te leggen en om de uitwerking met een paar voorbeelden aan te duiden en dan vervolgens met een kleine beschouwing af te sluiten. De bottom line van het onderzoek is dat onderzoekers in het algemeen een veel grotere verantwoordingslast dragen dan rechters. Veel grotere verantwoordingslast dan rechters, zelfs als men de huidige praktijk van rechters, als men zegt van die mag wel wat sterker en strenger worden. Dan nog blijft dat onderzoekers veel meer moeten verantwoorden dan rechters. En eigenlijk heb ik op zeker moment bedacht van, is dat heel merkwaardig. Want een onderzoeker, wat hij ook zegt of beweert, die slaat nog geen deuk in een pakje boter. Het is niet bindend, het is iets van, hij kan het aandragen als ideeën, maar verder gebeurt er helemaal niks mee. En als een rechter wat doet, dan is dat bindend, dan kan er worden afgedwongen, met een sterke arm worden afgedwongen zelfs. En hij hoeft veel minder te motiveren dan de wetenschapper die eigenlijk niks kan bewerkstelligen. Dat is een beetje merkwaardig, misschien zou je kunnen zeggen. Waarom komt de rechter toch vaak met minder motivering weg? En op één punt zal dat heel duidelijk zijn. De rechter hoeft zijn perspectief dat hij een beslissing moet nemen, hoeft hij niet te verantwoorden. Dat is vanzelfsprekend, dat is zijn taak. En dat daar de wetenschapper moet aangeven waarom hij een bepaald perspectief kiest, waarom hij een bepaalde onderzoeksvraag kiest, ja, dat is ook vanzelfsprekend. Dus in dat opzicht is het vanzelf dat de rechter minder zal moeten doen. Het feit dat die wetenschapper moet verklaren wat nieuw is en zijn onderzoeksvraag moet verantwoorden, betekent dat hij heel goed thuis moet zijn in de literatuur op zijn onderwerp. Hij zal ook kritische geluiden, afwijkende meningen, et cetera, zal hij moeten meenemen bij de bepaling van zijn onderzoeksvraag. En voor de rechter is dat veel minder belangrijk, in het algemeen. Hij kan wel, als dat wordt gevraagd door partijen, of als hij een andere kant op wil, kan hij zich daardoor laten inspireren, maar het is minder een noodzakelijkheid dan bij de rechter, dan bij de onderzoeker. En andersom, een rechter zal de rechtspraak voor de volle 100% moeten kennen, want hij geeft een uitspraak op basis van het geldende recht, en tot het geldende recht hoort ook de rechtspraak die hij dus ook vanuit Europa, et cetera, zal moeten kennen. En voor de onderzoeker hangt het er maar van af van wat zijn onderzoeksvraag is. Dus dat is bij het begin de onderzoeksvraag vanzelfsprekend dat er een bepaald verschil is, maar waar daartoe leidt, dat moet nog nader bekeken worden. En ook wat betreft de bronnenverantwoording zijn er grote verschillen, die soms, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. De rechter kan zeggen dat uit het recht van de ons omringende landen blijkt, et cetera, et cetera. En hij hoeft dat niet met bronnen toe te lichten. En de wetenschapper moet dat wel en stevig ook. Moet het verschil zo blijven of mag iets meer van de rechter worden verlangd? De rechter kan zeggen, zoals u onlangs zei, dat in de literatuur een bepaalde lijn in de rechtspraak verkeerd is begrepen. Soms doet hij dat wel eens, zonder toelichting. Als de wetenschapper dat doet, wordt hij niet serieus genomen, denk ik. Een onderzoeker moet tegendenken. Hij moet alles op alles zetten om het ongelijk van zijn inval, van zijn fonds, van zijn idee aan te tonen. Hij moet dus niet zoeken naar bevestiging, hij moet juist zoeken naar ontkrachting. En dan moet hij ook toelichten. Alleen bij die toelichting vraag je je af van hoe ver moet je daarmee gaan? Moet je alles vertellen? Mag je een keuze maken? Welke keuze doe je dat? Toen je erover nadacht en wat verder onderzocht, was dat nog niet eens zo eenvoudig. Maar een rechter moet ook tegendenken om tunnelvisie te voorkomen. Maar hij licht het in zijn uitspraak zelden of nooit toe. Hij vermeldt de tegenargumenten,
of de andere zienswijze in de regel niet. Moet dat zo blijven. En nog een ander punt. Een rechter mag argumenteren met de eisen van de praktijk. Hij kan zich beroepen op de mogelijke vergaande gevolgen van een bepaalde uitspraak. De maatschappelijke behoeften, de verzekerbaarheid ofzo. Dat zijn allemaal categorieën met een empirische connotatie. En hij kan die en gebruikt die ook feitelijk zonder al te veel toelichting. En een onderzoeker in het gebruikelijke juridische onderzoek doet dat eigenlijk ook. Maar je zou je mogen afvragen of hij dan toch niet tenminste enige mate zou moeten proberen om feitelijk te onderbouwen. Als je zegt van, nou hier zijn de gevolgen veel te ver gaan, kunnen we niet overzien, et cetera. Dat hij dan probeert aan te geven van waarom, hoe en wat, of er bepaalde feitelijkheden over te vinden zijn. Dat zal niet altijd het geval zijn, maar hij zou wel kunnen proberen te zoeken en dat ook aangeven dat hij dat ook heeft gedaan. Dus zo kan ik nog een tijdje doorgaan met voorbeelden over hoe de verschillen werken en hoe de verschillen uitwerken tussen rechter en onderzoeker, maar ik sluit nu, ik kom tot een afronding en sluit daarmee af. Ja. Datgene wat ik gezegd heb, is voor sommigen het bewijs dat het recht niet een voorwaardige discipline is. Als je dit soort dingen nodig hebt, dan vergeet het maar. Dan is er eigenlijk iets mis met het vak. En een aantal anderen, die zijn nog scherper, en die zeggen van, het leidt vrijwel zeker tot saai en onbenullig onderzoek als je dat zo aanpakt. Het zal je niet verbazen dat ik het hier hardgrondig mee oneens ben. Want aandacht voor methodologie maakt om te beginnen duidelijk hoeveel keuzevrijheid iemand heeft, een onderzoeker heeft. Er is niet één invalshoek, maar er zijn tientallen, soms heel verschillende invalshoeken. En ook heel verschillende typen onderzoek. En methodologie, als het wel niet anders is, maakt in ieder geval ook bewust van het gangbare perspectief, de gangbare benaderingswijze, en laat zien dat dit niet zonder verder nadenken gevolgd hoeft te worden. En ik noem dat geen aantasting of beperking van de vrijheid van de onderzoeker, zoals er wordt gezegd, maar juist omgekeerd het losmaken van gevestigde ankers en vanzelfsprekendheden. Het loslaten van ingesleten patronen. En methodologie appelleert daarmee aan de creativiteit van de onderzoeker. Afhankelijk van het temperament en het karakter van de onderzoeker mag hij helemaal losgaan. Door alle kennis, ervaring, vermogen tot associëren, intuïtie, etc. in de strijd te werpen om tot een bepaalde onderzoeksvraag te komen, om iets te ontdekken wat nog niet eerder aan de orde is gesteld. En in deze fase mogen onderzoekers wat mij betreft, wat ik maar noem, intuïtieve rommelaars zijn. In de heuristische fase, daar mag je vrij denken, vrij associëren, mag je alle kanten op, et cetera, dat mag je doen. En die rijkdom die je daarin hebt, die is wel eens verwarrend groot, maar voor mij is dat bijna de belangrijkste ontdekking van methodologie. Zij trekt onderzoekers uit hun comfortzone en dat maakt onrustig en afwerend. Maar als je gekozen hebt, dan moet die keuze ook rigoureus verantwoord worden en rigoureus op de snijtafel van de controle worden gelegd om te bezien of die ook wel stand houdt. Daar gaat het niet meer over intuïtie, maar daar gaat het over controle van de intuïtie en nagaan of die ook stand houdt. En in die fase is onderzoek kritiek, skepsis, twijfel en ik geloof er helemaal niks van totdat het tegendeel bewezen is. En dat is wat Klevers, de president van de Nederlandse Academie van Wetenschappen, heel mooi het onnatuurlijke karakter van wetenschap heeft genoemd. De systematische achterdocht tegen alles wat intuïtief juist is. Dat is de kern van wetenschap volgens hem. En mij lijkt dat studenten vanaf het begin van de studie, in deze perspectievenrijkdom van juridische vraagstellingen en in het ontwikkelen van systematische achterdocht mogen worden opgeleid. Niets moet zoals het is, alles kan anders en denken in mogelijkheden en onzekerheden als kern van het curriculum en daarna de kritische controle. Dat zou het devies moeten zijn. En voor mij is dat wezenlijk voor een echte academisering van het juridische onderwijs. En Martin-Jan van Mourik, ik heb hem straks gezien, zou dit ook onder de onderwerpen scharen waarvan hij in zijn afscheidsrede zei, het zijn thema's waar de doorsnee-jurist zich meestal niet of op zijn best pas voor interesseert tegen de tijd dat hij met pensioen gaat of met de dood in de schoenen loopt.
En ik ben blij dat de Juridische Faculteit Tilburg daarop niet wacht, maar nu al stappen in deze richting heeft gezet. Onder meer door het opnemen in het curriculum van een verplicht MTO-vak, een vak methode en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek, en dat ook al in de bachelorfase. Het vak gaat dit jaar van start en voor zover ik weet is Tilburg de eerste en de enige faculteit in Nederland en ver daarbuiten die dit al in de bachelorfase doet. En ik vind dat moedig, ik vind dat goed, ik vind dat ook onderscheidend, want als we willen dat faculteiten zich van elkaar onderscheiden, dan mag deze aandacht voor methodologie in een MTO-vak van een Tilburgse bijzonderheid worden genoemd. En dat ik dan als slotzin van deze afscheidsrede uitspreek dat ik met deze bijzonderheid buitengewoon gelukkig ben, zal u niet verbazen. Dank u wel. Ik blijf nog even staan, dames en heren. Er zijn, wat ik al heb aangekondigd, twee mensen die ik graag zou willen toespreken. Ik wil aan het einde van mijn afscheidsrede niet alleen vooruit denken, maar ook een korte terugblik houden. Er zijn veel mensen mij in de loop der jaren welgezind geweest. Ze hebben mij heel veel kansen geboden om te doen wat ik gedaan heb. En natuurlijk geldt dan eerst wat voor mijn familie, met mijn moeder hier ook aanwezig, van wie wij volgende maand het haar 95ste verjaardag vieren, dus ik ben ontzettend blij dat zij erbij is. En natuurlijk ook mijn eigen gezin, dat inmiddels ook al uit 12 personen bestaat, waarvan de 6 jongste wegens leeftijdsgebreken nog niet hier aanwezig kunnen zijn. Ze zijn overigens ook niet gewend om lang naar een opa te luisteren, dus dat is... De twee mensen die een bijzondere rol hebben gespeeld zijn Jan Leijten, mijn promotor, en Herman Schoordijk, lange jaren mijn naaste collega. Jan Leijten heeft mij in der tijd, in 1971, als zijn medewerker gekozen en mij in staat gesteld dat wat ik wilde ook uit te voeren, en dat was een proefschrift schrijven. Hij heeft mij heel sterk beïnvloed, alleen al omdat hij zei dat ik vooral mijn eigen weg moest zoeken. En wat ik vanaf het begin heel intrigerend heb gevonden bij hem was zijn benadering van het recht. Stevast vroeg hij in discussie van waar gaat het om? En dan begon ik, goede Nijmeegse traditie, goed opgeleid, et cetera, met een juridisch-technisch betoog over hoe we het allemaal in elkaar zou kunnen steken. Maar dan zei nee, dat bedoel ik niet, maar wat is echt aan de hand? Wat zijn nou echt datgene waar het om gaat? En recht is bij hem van vlees en bloed, is iets wat met mensen te maken hebben die ongelukkig zijn terechtgekomen, die het niet allemaal helemaal goed kunnen doen, die een beetje gekreukt zijn, et cetera. Mensen die gebrekkig zijn, die feilbaar zijn, niet de rationele homo economicus waar we tegenwoordig ook vaak van uitgaan, bij mensen die gewoon af en toe in de kreukelzone zijn. En soms ook verschrikkelijk eigenwijs en eigen gereid zijn, et cetera. En die condition humaine, zoals hij het altijd noemde, dat was datgene wat hem het meeste interesseerde. Veel meer dan het ideaaltypische law in the books verhaal van wat volgens hem meestal niet paste bij de werkelijkheid, althans waar hij verschrikkelijk mee worstelde. En die worsteling heeft hij zichtbaar gemaakt in bijna al zijn publicaties. In zijn conclusies als advocaat-generaal, in zijn processen verbaal van zwarigheden, volgens mij een nieuwe publicatievorm door hem ontdekt, columns, kronieken, etc. en samengebracht in een tiental boeken, vrijwel allemaal geschreven en verschenen na zijn emeritaat. Ik heb er altijd een grote bewondering voor gehad, maar nu ik zelf zover ben, denk ik van poeh, nog 10 boeken, dat zie ik nog niet zo. En alles bijeen is het een schat aan indrukwekkende, vaak ontroerende en ook geestige getuigenissen waarin hij op een volstrekt eigen wijze bezig is om na te denken wat recht is en ook wat recht niet is. Ik vind dat een ongelooflijke, kolossale prestatie, ongeëvenaard in Nederland en ver daarbuiten. En gelet op de verkoopaantallen van zijn boeken worden ze ook zeker niet alleen maar door juristen gelezen. Wel, die benadering van hem is er bij mij ingegaan als een kerkje jenever in een ouderling, om een beeldspraak van Jan Rembeling te gebruiken, waarbij ik hoop dat ik de ouderlingen daarmee niet beledig. Maar, en natuurlijk heb ik het op mijn eigen manier gedaan. Ik ben niet zo'n openlijke worstelaar, geloof ik, maar ik ben meer de geëngageerde toeschouwer die kijkt wat er probeert te kijken, wat er achter, boven, buiten, opzij van het recht allemaal plaatsvindt. En ik draag dit algemeen deel, Jan, aan jou op,
uit dankbaarheid voor je onvoorwaardelijke vertrouwen, steun en begeleiding en voor de levenslange vriendschap die daaruit is gegroeid. Samen met Fred Hammerstein komen we jaarlijks enkele keren bijeen in Mercure Hotel in Nijmegen, naast het station, dat is lekker dichtbij. En we praten daar als van ouds over van alles en nog wat, eten een hapje en drinken er alleen maar bitter lemon bij. Wij zijn de zelfbenoemde Bitter Lemon Boys. En ik hoop dat nog lang mag klinken als we daar verschijnen van, wel heren, wat mag het zijn, 3 Bitter Lemon. Herman Schoordijk is de andere aan wie ik het boek graag opdraag. Mijn tijd in Tilburg begint met toeval en met de zaak KOST, K-O-S-T. Dat stond voor Crisis Opvangcentrum Tilburg. Dat ging over een minderjarige jongen die weg was gelopen van huis en die was opgevangen tegen de wil van de ouders in dat KOST. En er werd door het KOST werd geen informatie gegeven aan de ouders, werden dus helemaal van elkaar gescheiden gehouden. Na verloop van tijd keerde de rust terug, de minderjarige ging naar huis en ik kreeg van het KOST kreeg een rekening mee aan zijn ouders of zij maar de kosten van verzorging, hulp en opvoeding etc. wilden betalen. De ouders weigerden dat, waarop KOST een rechtszaak begon die het verloor in eerste aanleg in appel. En ik heb toen de cassatieprocedure gevoerd en dat was heel toevallig omdat degene die het eigenlijk zou doen, en ik zie hem daar zitten, Wiebe Takema, geen tijd had op dat ogenblik. Dus ik ben puur per toeval in die zaak verzeild geraakt en heb die cassatie. Ik vond het een prachtige zaak. En ik heb ook met overgave heb ik daar aan kunnen werken. En de cassatiemiddelen dat ik heb opgesteld trok waarschijnlijk toevallig de aandacht van Herman Schoordijk, die na later bleek daarvan onder de indruk was en verdere navraag heeft gedaan bij deze en gene, waarna ik werd uitgenodigd in Des Eindes, dat moet wel chic zijn, en zo is uiteindelijk de bal gaan rollen. En ik kwam aan in een periode dat Herman meer schreef dan een gewoon mens kon lezen. Daar kon ik niet tegenop en ik heb dat ook niet geprobeerd. Ik was wel heel blij met 1 bladzijde per dag. En dat heb ik mij ook op zeker ogenblik voorgenomen. Ik schrijf 1 bladzijde per dag en dat ongeveer 300 dagen per jaar. En als ik naar terugkijk, denk ik dat ik het wel zo ongeveer gehaald heb. Maar misschien moet ik dan door de kom van de PC, is het aantal woorden op een bladzijde met 20% toegenomen. Dus dat heeft me wel parten gespeeld om dit te kunnen halen. We weten dat Herman van de inhoud is. Je moet met hem niet over onderwijsquota, geld of prestatieafspraken praten. Daar heeft hij weinig belangstelling voor. Ik was jarenlang vakgroepvoorzitter. En ik wilde ook wel af en toe iets met hem afstemmen en overleggen. Maar daar waren we binnen 1 à 1,5 minuut waren we daarmee klaar. Ik zei, Jan, doe het. Ik dek het helemaal. Ik ben het helemaal met je eens. En dat was heel anders als het over het vak gaat. Dan waren en zijn wij het vaak met elkaar oneens. Of wij doen alsof. Hij stelt de meest verrassende, ontregelende vragen en die worden dan als de $1 million questions aan mij voorgelegd. En het feit dat hij, voor zover kenbaar, nog niet tot de bedelstaf is gezakt, geeft aan dat ik weinig goede antwoorden heb gegeven. In zijn ogen dan, hè? Dat moet je er wel bij denken. Herman is onvermoeibaar en gedreven. Als ik hem spreek, is hij altijd met zeker 4 of 5 onderwerpen tegelijk bezig en kan hij zich vreselijk opwinden over alles wat hij hoort, leest en ziet. En een beetje is dat ook wel een spel, want een van zijn misschien wat minder bekende lijfspreuken is van wij moeten ook lol hebben. En onze gesprekken, die gingen er ook meestal heel vrolijk aan toe. Herman, ik denk niet dat een andere faculteit in Nederland het in 1983 aangedurfd had om mij als hoogleraar privaatrecht voor te dragen. Dat jij dat wel durfde. En voor onze manier van samenwerken, daarnet is over verteld, en de vriendschap die daaruit is voortgevloeid, ben ik je, zolang ik leef, heel erg dankbaar. Als het jou goed gaat, gaat het mij ook goed, zei je altijd. En daar heb je tegenover mij ook altijd naar gehandeld. En de Bourgondiërs, die we ook zijn, maken dat wij regelmatig samen met Nel en Ine aan tafel zitten. En ik zou zeggen, als collega's in de ruststand, staat niets eraan in de weg om gewoon op dezelfde voet door te gaan. Te zijner tijd zal ik jullie, Jan en Herman, graag een exemplaar van het nieuwe algemeen deel komen brengen. En nou moet ik op een knopje drukken om te laten zien hoe het eruit komt te zien. Als het misgaat, dan krijg ik ongetwijfeld hulp, maar dat wordt het. Dank u wel.
En ik denk dat velen onder ons uitzien naar de lezing van het boek om nog eens even het allemaal na te lezen. Jan, wat je vanmiddag een heel kort bestek hebt verteld. Ik spreek je graag kort toe, Jan. Waarde collega Franke, beste Jan, we nemen vandaag afscheid van jou als hoogleraar methodologie van het privaatrecht. Sinds 1997 bekleed je die leerstoel. Daarvoor was je onder meer advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar burgerlijk recht en procesrecht ook aan onze universiteit. We spannen ons in, Jan, voor een waardig en uitbundig afscheid. Maar begrijp me niet verkeerd. We zien je niet graag gaan. Sterker nog, we zien je met ledenogen vertrekken. Collega Jan Franke bereikt weliswaar de pensioengerechtigde leeftijd, maar is allesbehalve een man van de oude stempel. Integendeel, op vele fronten is hij nog steeds een voorbeeld voor collega-onderzoekers, docenten en studenten. Ik licht dat graag kort toe. Jan heeft de liefde en de passie voor het vak, voor de professie, en heeft die altijd laten prevaleren. Jan verstaat heel wel de kunst om nee te zeggen tegen verzoeken die hem afleiden van waar het in de kern om draait. Jan is eigenzinnig, ja, ook tegendraads, en slaagt er steeds weer in om met nieuwe gezichtspunten en perspectieven te komen. Dat hebben we zojuist nog kunnen horen. Jan gaat niet voor veel publiceren en herhalen, maar juist voor grondigheid en vernieuwing. Eerder slow science dan snel scoren. Jan is actief en zichtbaar voor studenten in het onderwijs en volgt daar ook zijn eigen weg. Zijn er 150 aanmeldingen voor zijn populaire vak methodologie van het privaatrecht, dan niet uitwijken naar een grotere zaal, maar splitsen in 3 groepen van 50 om toch een kleine schaal te behouden. Jan weet als geen ander de theorie en de praktijk van de rechtsbeoefening met elkaar te verbinden. Zo kan hij werkelijk een inspirerende leermeester zijn voor jonge mensen. Ik stop hier, Jan. Ik zou het immers kort houden. Bovendien wil ik voorkomen dat je straks naast je schoenen lopend deze aula verlaat. Ik schat die kans overigens buitengewoon klein in. Jan Franken is een bescheiden man die heel goed weet te relativeren. Jan Franken was en is een lichtend voorbeeld voor collega's in zijn vakgroep in Tilburg Law School en binnen deze gehele universiteit. Ik heb Jan goed leren kennen toen wij samen in het faculteitsbestuur zaten van de rechtenfaculteit, als decaan en vice-decaan onderzoek. Het was erg prettig en vruchtbaar om met hem samen te werken. Altijd ruimte voor dialoog en argumenten en elkaar snel begrijpen. Jan Franken zal ons Tilburg Law School niet helemaal verlaten. Hij blijft gelukkig actief. Toen ik hem onlangs vroeg hoe hij tegen het nadere emeritaat aankijkt, begon hij niet over tuinieren, vissen of biljarten. Het leek hem wijs om eerst een time-out te nemen van een maand of 4 en dan opnieuw zijn leven in te richten. Niet zo gek, dunkt me, al begreep ik zojuist in de voorontvangst dat de start van die time-out nog niet bekend is. Dat hoorde ik dan via Ine, vertelde me dat met name. Jan, ik dank je hartelijk namens de universitaire gemeenschap voor al wat je hebt gedaan en betekent, en dat is heel wat. En ik betrek daar ook graag Ine bij en de kinderen. Het gaat jullie goed. Ik geef nu graag het woord aan een bijzondere gast, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de heer Fokkens. Meneer de rector Magnificus, dames en heren, beste Jan, beste Ine. Jan, het is mij een eer en een genoegen hier bij jouw afscheid je kort te mogen toespreken. In onze loopbanen zijn er periodes geweest waarin wij collega's waren. In de jaren 70 was dat aan de Katholieke Universiteit, jij als medewerker inleiding, ik als medewerker strafrecht. En van 1992 tot 1997 waren wij collega's in het parket bij de Hoge Raad. Jij in de sectie privaatrecht, ik in de afdeling strafrecht. Jij verliet het parket en ging helemaal naar deze universiteit, ik bleef. Maar ook daarna waren er geregeld contacten, zoals via de NJ, de adviescommissie Cassatie in het Belang der Wet, en aan al die contacten bewaar ik heel goede herinneringen. Ik sta hier echter niet om die goede herinneringen op te halen, maar om vanuit de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad in het bijzonder enkele opmerkingen te maken
over de betekenis van jouw werk voor de Hoge Raad. Vanzelfsprekend zijn er je conclusies als advocaat-generaal, maar daar wil ik hier, bij je afscheid als hoogleraar, niet verder bij stilstaan. Na je vertrek uit het parket zijn je noten de meest directe bijdrage aan het werk van de Hoge Raad en van het parket geweest. Ik wijs in dit verband in het bijzonder op noten in zaken waarin rechtspolitieke vraagstukken spelen. Jij plaatst dergelijke zaken als geen ander in een breder kader en oefent daarmee op het denken over dergelijke problemen en vraagstukken duidelijk een grote invloed uit. Ik noem als enig voorbeeld de noten onder de arresten over shockschade als gevolg van een traumatische gebeurtenis waarvan een partner of een kind het slachtoffer is. Het betreft die situaties waarin de wet weinig mogelijkheden tot schadevergoeding kent. En dat leidt tot rechtspraak die door velen als niet of moeilijk aanvaardbaar wordt beschouwd. In je noten schets je niet alleen de dilemma's waarvoor de Hoge Raad staat bij een wetgever die er niet in slaagt om adequate wetgeving tot stand te brengen. Je toont ook begrip voor het in een aantal gevallen terughoudende standpunt van de Hoge Raad. Al kon dat standpunt wat jou betreft beter worden gemotiveerd. Tegelijkertijd maak je duidelijk dat het moment nadert waarop de Hoge Raad geen weerstand meer zal kunnen bieden en mogen bieden aan de maatschappelijke druk om hier meer te doen. Ik noemde de kritische kanttekening die je maakt dat het uitgebreider had kunnen worden gemotiveerd. En daarmee kom ik op een van de terugkerende thema's in je werk. De motivering van de uitspraak, zo heb je gezegd, dient te laten zien dat een beslissing is verankerd in het positieve recht natuurlijk, maar ook in de daaraan ten grondslag liggende waarden en beginselen. En het is jouw overtuiging, zo heb je diverse keren gezegd, dat de enige zekerheid die bereikt kan worden bij het nemen van de beslissing, de zekerheid is die voortvloeit uit een uitwisseling van argumenten. De wens van de Hoge Raad en het parket om zijn rol als cassatierechter te versterken, door met name meer en diepgaander te motiveren in zaken die van groot belang zijn voor de samenleving en de rechtspraak, sluit daar direct bij aan. En aan de recente initiatieven om zo de cassatierechtspraak te versterken, heb jij een grote bijdrage geleverd. Onder meer via het eindrapport Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht uit 2006, van welk rapport je een van de auteurs was. In dat rapport werden ten aanzien van de cassatierechtspraak voorstellen gedaan die uiteindelijk zijn uitgemond in artikel 80a, het selectiestelsel, dat de Hoge Raad de mogelijkheid biedt het cassatieberoep in kansloze zaken naar een zeer summere motivering niet ontvankelijk te verklaren. Jij verklaarde je in een interview in 1996 al voorstander van een dergelijk verlofstelsel. En interessant is je motivering. Die komt niet vanuit de gedachte dat de Hoge Raad, wat je zo vaak hoort, de gelegenheid zou moeten krijgen om in belangrijke zaken goed te motiveren. Nee, jij komt vanuit het perspectief van partijen. Ik wil het u niet onthouden, wat Jan daarover zei, omdat het zo karakteristiek is voor de wijze waarop jij, Jan, naar het recht kijkt. Ik ben bepaald, ik citeer nu, geen tegenstander van een verlofstelsel. Wat nu gebeurt op grond van artikel 101 ARO, dat is nu artikel 81, vind ik een beetje halfslachtig. Ik heb nog nooit geconcludeerd tot toepassing van artikel 101 ARO en zal dat ook nooit doen. Je moet partijen vanaf het begin zeggen wat ze kunnen verwachten. Partijen hebben er geen boodschap aan dat de Hoge Raad na een hele procedure overweegt dat het middel niet kan slagen en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Voor al die zaken waarvan je al heel snel kunt zien dat er niets in zit, en naar mijn schatting is dat in het civiele recht al gauw zo'n 15% tot 20%, dat blijkt nu trouwens ook, is een verlofstelsel eerlijker en bevredigender. Er wordt geen valse hoop gewekt. Procespartijen krijgen meteen te horen dat de Hoge Raad hun zaak niet zal behandelen, omdat cassatieberoep geen derde instantie is, maar zich beperkt tot een bepaalde toetsing die de bestreden uitspraak zonder meer kan doorstaan. Einde citaat. En dat stelsel is er dus nu en zal in de komende jaren meer zijn beslag krijgen. In je bijdrage voor het boek De Hoge Raad in 2025, waarin contouren voor de toekomstige cassatierechtspraak worden geschetst, heb je duidelijk wat verwoord wat het belang is en blijft van het parket bij de Hoge Raad. Ik citeer nog een keer. Op politiek en ministerieel niveau is wel eens de vraag gerezen of 3 keer een zaak grondig bestuderen, zoals bij de Hoge Raad gebeurt, eenmaal het wetenschappelijk bureau, dan het parket en dan de Kamer, niet wat veel van het goede is. En het antwoord is een overtuigend nee, als het gaat om de kerntaken van de Hoge Raad.
Als deze grondigheid niet meer kan bij de hoogste rechtscolleges van landen, wier uitspraken ook Europees en internationaal van groot belang kunnen zijn, houdt het op. Kortom, zou het parket niet bestaan of gisteren zijn afgeschaft, dan zou het vandaag opnieuw moeten worden opgericht. De waardering die uit dit citaat spreekt, zou voor het parket op zich al reden genoeg zijn om je dankbaar te zijn. Maar ik zie die woorden niet alleen een erkenning van wat het parket doet, maar ik zie het ook als een opdracht voor het parket om zo zijn bijdrage te blijven leveren. Jan, met deze weinige woorden heb ik tot uitdrukking willen brengen dat wij als raad en parket je graag danken voor je vriendschap, je collegiale contacten, je bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rechtspraak. Je bent voor velen van ons een bron van inspiratie. Het gaat jou en Ine heel goed. Dank de heer Fokkens en ik geef nu graag het woord aan de decaan van Tilburg Law School, Corien Prins. Beste Jan, en daarin betrek ik graag je moeder, Ine en je gezin. En alle vrienden die hier in grote getale aanwezig zijn. Ik spreek jou toe als decaan. En dat betekent dat ik mede namens al mijn collega's van Tilburg Law School spreek. En in voorbereiding op deze korte speech had ik te denken, hoe Jan te typeren. Jou typeren kan ik doen door jullie te vertellen dat Jan sinds 1983... onafgebroken verbonden is aan de Tilburgse Universiteit. Naast hoogleraar was jij in de periode van 1992 tot 1997 tevens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, we hebben dat juist gehoord. En als hoogleraar burgerlijk recht, later methodologie van het privaatrecht, ben jij een van de meest toonaangevende theoretici van het burgerlijk recht getoond. En een voor ons ongekende wetenschappelijke statuur opgebouwd. Deze statuur mogen onder meer blijken uit het eredoctoraat dat jou door de Universiteit Leiden werd uitgereikt in 2005. En Karel Stolken, de rector van de universiteit, is hier en wij danken hem daarvoor. Jan, ik kan jou ook typeren door nog eens te benadrukken dat je je ook breder binnen de faculteit hebt ingezet om wetenschappelijke kwaliteit telkens op een hoger plan te krijgen. Zo was je, en de rector refereerde daar al aan, van 2005 tot 2008 vice-decaan onderzoek van onze faculteit. Je was directeur tevens toen van het Schoordijk Instituut. En jij was en bent altijd weer met hart en ziel betrokken bij de eerste stappen die jonge wetenschappers zetten op de weg naar hun eigen wetenschappelijke carrière. Dat waren niet alleen stappen van je eigen promovendi. Ook anderen hebben breed van jouw inzet, enthousiasme en betrokkenheid mogen profiteren. In jouw lange loopbaan heb je vele jonge wetenschappers begeleid. En vele promovendi afgeleverd, waarvan meerdere promoti inmiddels zelf hoogleraar zijn. En ze zitten hier op de rij. Deze promoti hebben met inzet en stimulans van Jan de rechtswetenschappelijke discipline verrijkt met vele prachtige boeken. Jouw promovendi, jouw promoti hebben prachtige boeken opgeleverd. Kortom, jij niet alleen, maar indirect via hen heb jij ook boeken opgeleverd. Kortom, uiteindelijk dacht ik, ik ga jou typeren aan de hand van boeken. En niet alleen de boeken die je zelf hebt geschreven. Boeken voor Jan is het dan ook geworden. Of de boeken die onder jouw begeleiding tot stand zijn gekomen. Jan, jij bent ook te typeren met de boeken die jouw promotie en promovendi jou vandaag graag cadeau zouden willen doen. Kortom, ik heb hen afgelopen zomer allemaal een vraag voorgelegd. En de vraag luidde als volgt. Welk boek zou je Jan bij zijn afscheid graag cadeau willen doen? En waarom dan precies dat boek? En dat heeft hij, als ik op het juiste knopje druk, een klein boekwerkje opgeleverd, wat ik je straks graag overhandig, van 25 promotie en promovendi, die, en u ziet er een aantal hier afgebeeld en op het volgende bladzijde afgebeeld, jou allemaal graag een boek cadeau willen doen en daar een kleine toelichting bij geven. Boeken voor Jan. Ik heb helaas maar 8 minuten, dus ik kan die 25 boeken en de korte toelichting die daarbij staat niet allemaal uit de doeken doen, maar toch een selectie. Titels van boeken.
de uitverkorenen van Patok. Zo, Jan, hebben velen zich gevoeld onder jouw begeleiding, uitverkoren. Karakter. Met een sterk, ik citeer, met een sterk karakter en veel doorzettingsvermogen, gekoppeld aan een onuitputtelijke dosis creativiteit, heeft Jan zich weten te ontworstelen aan het Limburgs borst. Sorry. Ik word hier zelf even enthousiast. Heeft Jan zich weten te ontworstelen aan het Limburgs bronsgroen eikenhout, om zich vervolgens door te ontwikkelen tot meester in de rechten, wetenschappelijk medewerker, dokter in de rechten, advocaat, cassatieadvocaat, hoogleraar burgerlijk recht en procesrecht, advocaat-generaal en hoogleraar methodologie. Maar ook de omvang van het te geschenken boek is kennelijk een titel, of een typering die uit de boeken die jouw cadeau gedaan zouden willen worden, volgt. Al hier, een boek wat jou ook cadeau gedaan zou kunnen worden. De omvang van het te schenken boek. Citaat, Jan heeft mij altijd nadrukkelijk op de omvang van het betoog gewezen. Kort, bondig en helder. Zie aldus de memoires, kennelijk kort, bondig en helder. Maar natuurlijk ook de inhoud van het te schenken boek. Hervé, met kromme komkommer, die hij graag aan jou doet. De levenshouding in het vak van onderzoeker. Het raadsel Spinoza. Een open houding, zonder hokje, zonder etiketering. Ian McEwan, zaterdag. De zaken, het recht, terugbrengen tot de essentie. Umberto Eco. Verder zoeken wanneer anderen stoppen. Ongebaande paden bewandelen. En dan wensen die uit de boeken spreken. Kom nog eens langs, Jan. In het land van de Kataren. Hoe goed de boeken van Jan ook zijn. Ik denk dat zijn kleinkinderen, opa, die verhoren voorlezen. Uit de grote vriendelijke reus van Roald Dahl. En na zijn emeritaat heeft hij hier misschien wel meer tijd voor. Na een afscheid komen de herinneringen, Jan. En de laatste voor nu, maar er zijn nog vele andere. Bart Bierens. Met de wens, en ik citeer. Hoewel ik uiteraard Jan een mooi en rustig emeritaat toewens, hoop ik toch af en toe nog een publicatie van zijn hand aan te treffen in de vakliteratuur. Natuurlijk, Jan, we willen dat jij volop gaat genieten van de komende nieuwe fase in jouw leven. Maar toch willen we je in ons midden houden, ook daar, wees de rector vandaag. En daar hebben wij uiteindelijk dan maar een plannetje op bedacht. Jan, jij bent agendazettend gebleken op tal van terreinen. Ik noem de motivering van rechterlijke oordelen, theorievorming op het terrein van het burgerlijk recht en meer recent, je hebt daar zelf uitgebreid bij stilgestaan vandaag, de methode van rechtswetenschappelijk onderzoek. Op dit laatste terrein heb je bijgedragen aan een omslag die zich de afgelopen jaren niet alleen in de Tilburgse faculteit, maar je zou kunnen zeggen in de gehele juridische discipline heeft voltrokken. Tot het moment dat jij dit thema agendeerde en ontwikkelde, was het een onontgonnen en verwaarloosd terrein. Maar het zijn anderen die het stokje nu van jou zullen moeten overnemen. En dat willen wij als faculteit stimuleren. En dat doen we, Jan, door vandaag de Jan Vranken Scholarship on the Methodology of Law in het leven te roepen. Graag willen wij jouw naam verbinden aan in ieder geval de komende 5 jaren jaarlijks door onze faculteit toe te kennen promotieplaats. Met hun promotieonderzoek zullen jonge onderzoekers voor de verschillende deelgebieden van het recht met het door jou neergezette fundament op het terrein van de methode verder kunnen doordenken en verder kunnen uitbouwen. Zo blijven wij ook de komende jaren werken aan boeken voor Jan. Dank.
geef nu graag het woord aan professor Reinoud Wibier, die zal spreken namens de vakgroep Privaatrecht. Beste Jan, het is eigenlijk misschien een beetje een schrikbeeld voor jou langdurig lovend te worden toegesproken. Daarom ben je waarschijnlijk wel een beetje bijzonder, want ik denk dat de meeste mensen het juist buitengewoon prettig vinden als ze langdurig lovend worden toegesproken. Maar ik denk dat ik je voldoende ken om te weten dat je het meende toen je zei af en toe zo het afgelopen jaar van ja, het moet vooral niet al te lovend. Het is onvermijdelijk bij zo'n bijeenkomst als dit. Maar tegelijkertijd is het ook jouw afscheidsfeestje, dus ik wil je daar wel in tegemoet komen natuurlijk. In die wens niet al te lang lovend te worden toegesproken. Ja, u hoort het goed, de nadruk ligt hier op het woord lovend. Ik ben namelijk op zoek gegaan naar mensen die bereid waren om op mijn verzoek jouw onhebbelijkheden met jou te delen, je afwijkingen, je eigenaardigheden. Ik heb daar grondig onderzoek naar verricht om geheel conform jouw eigen verzoek die onhebbelijkheden en allerlei dingen hier met deze zaal te kunnen delen op dit moment. Maar die zoektocht bleek al snel gedoemd om te mislukken. Het kan natuurlijk zo zijn dat mensen dat niet durfden en dachten van dat is weer zo'n raar plan, daar moeten we niet aan meewerken en zo. Misschien vreesden ze represailles. Maar ik denk dat hoewel jij inderdaad voor velen op een voetstuk staat, het is niemand ontgaan dat jij voor het Tilburgse privaatrecht, voor het Nederlandse privaatrecht buitengewoon belangrijk bent, dat dat niet de reden is dat die zoektocht niks heeft opgeleverd. Ik denk oprecht dat het is omdat niemand negatieve eigenschappen van jou wist te noemen op dat moment. Mensen vinden jou een prettig persoon en je bent een graag geziene persoon bij ons op de sectie. Maar zo snel opgeven past een wetenschapper ook niet. Dat heb je mij ook geleerd. Dus toen ben ik zelf maar gaan verzinnen of ik dan zelf dat soort dingen kon verzinnen. En het eerste wat me daarbij inviel was jouw grote betrokkenheid bij de vakgroep en ook bij alles wat de bredere faculteit en universiteit raakt. Of het nu vakinhoudelijk is, of het te maken heeft met hoe de faculteit gerund zou moeten worden, of bepaald onderzoek verricht moet worden of niet. Je bent er altijd buitengewoon bij betrokken bij dat soort kwesties. En je bent ook niet te beroerd om je mening helder en scherp voor het voetlicht te brengen in dat soort kwesties. En ook als wij in Tilburg successen hebben, dan trek je die enorm aan. Dat komt natuurlijk nog veel vaker voor, Tilburgse privaatrechtelijke successen. Je merkt echt dat die jou dan persoonlijk raken. Dus dan zou je kunnen zeggen dat jouw slechte eigenschap is dat je te betrokken bent. Maar ja, ik merk het zelf ook, ik doe je weer onrecht aan, want dit wordt ook weer een lovend verhaal, zo langzamerhand. Is er dan nog iets waarop ik je zou kunnen aanspreken? En ik heb iets weten te verzinnen, en het is iets ernstigs. Je hebt een van de meest fundamentele regels van fatsoen geschonden namelijk. Een regel met zelfs een Bijbelse achtergrond. Een regel die bekend staat als de gulden regel. En die regel die luidt, wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. En ik zou toelichten hoe dat zit. Een van de dingen die jouw hoogleraarschap bij ons gekenmerkt heeft, en ik moet er eentje uitpikken, want er zijn er vele. Ik zou ook over de vele publicaties kunnen beginnen. Tegelijkertijd de meeste mensen in deze zaal, die zal het zijn opgevallen dat die de moeite waard zijn. En als het ze niet is opgevallen, dan vrees ik dat we met de woorden van Herman Schoordijk kunnen spreken. Dan zijn die mensen toch reddeloos verloren. Dus dat punt pik ik er niet uit. Een van de dingen die jou het meest getypeerd heeft, is het aantal jonge mensen dat je begeleid hebt. En dat blijkt ook wel. Er is op meerdere manieren is eraan gerefereerd vandaag al. En ook de wijze waarop je dat doet. Dat begeleiden van jonge mensen, en ik denk ook wel dat ik dat durf te zeggen, dat ik je daar voldoende voor ken, is ook een van de dingen die jij zo bijzonder aardig aan het vak vond. En als je mensen begeleidt, en dat leidt dan tot een proefschrift, en dat mogen ze verdedigen in deze zaal, dan eindigt dat uiteindelijk in een lofrede. Dus ja, wat gij niet wil dat u geschiedt, je ontkomt er echt niet aan vandaag, Jan. Je hebt vele van die lofredes uitgesproken, en heel vaak, als ik erbij mocht zijn, merkte ik dat de persoon die werd toegesproken door jou persoonlijk daardoor werd geraakt. En dat komt vermoedelijk,
ik denk dat ook te weten hoe dat komt. Dat komt omdat je in die persoon daadwerkelijk verdiept hebt. Omdat je daadwerkelijk geïnteresseerd was in die persoon, in het onderzoek. En dat valt op, dan kun je een goede lofrede over iemand uitspreken. Ja, en dan kun je toch niet van ons verwachten dat wij dan die lofredes nu achterwege laten. Hè? Ik ga natuurlijk niet proberen om die lofredes van jou te overtreffen, want dat zou me helemaal niet lukken. Maar ik laat het bij een paar opmerkingen nog. Ik spreek namens heel privaatrecht als ik zeg dat wij het jammer vinden dat je toch iets meer op afstand komt te staan van ons na vandaag. Dat is onvermijdelijk. Maar ik spreek ook namens heel privaatrecht als ik zeg dat wij desalniettemin hopen dat wij nog steeds van die expertise van jou gebruik mogen maken. En onze jonge onderzoekers, dat is buitengewoon helder en duidelijk, die waarderen het enorm als ze met jou mogen spreken. Dus voor de jonge onderzoekers is dat ook heel belangrijk. Ze komen altijd terug, ze komen vol enthousiast terug van dat soort gesprekken. Dus we hopen dat je daarvoor nog af en toe beschikbaar zult zijn. Maar het geldt niet alleen maar voor de jonge mensen, ook voor de wat meer senioren en oudere mensen. Jouw mening doet dat toe. En of dat nou gaat om facultaire aangelegenheden of wijze waarop je onderzoek zou moeten inrichten. Ook als je zelf zou vinden dat de mening van anderen er meer toe zou moeten doen. Jouw mening doet dat toe en dat blijft na vandaag ook zo. Weet daarom dat wij altijd voor jou een bureau zullen vrijhouden bij privaatrecht. Dat kun je natuurlijk niet echt een cadeau noemen, want het is vooral in ons eigen belang dat je veel van dat bureau gebruik gaat maken. Maar we willen er wel iets mee aangeven. Je bent en blijft altijd welkom bij ons op de vakgroep. Zelfs als je meent dat het zelf meent dat het tijd is geworden dat anderen de kar harder trekken. En als je op enig moment, dat hopelijk nog heel ver in de toekomst ligt, mocht besluiten om van dat bureau geen gebruik meer te maken, want natuurlijk, je familie, de kinderen, de kleinkinderen, die hebben veel meer rechten met betrekking tot jou. Voor zover dat niet al zo was, is het nu helemaal zo. Maar als je dus dat besluit mocht nemen om dat bureau leeg te laten, dan laten wij het toch nog een tijdje leeg staan in de hoop dat jij je zult bedenken. Jan, het is moeilijk om de waardering die wij als privaatrecht voor jou hebben onder woorden te brengen. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend. En we hopen je nog heel vaak achter dat speciaal voor jou leeggehouden bureau aan te treffen. Degene die nu nog spreekt, die stuurde mij vorige week een mail en die had eigenlijk twee wensen. Namelijk om als laatste te spreken en hij had maar 12 minuten nodig. De eerste wens hebben kunnen honoreren, de tweede niet, maar dat zult u zo begrijpen. Ik geef graag het woord aan professor Rob van Gestel namens de methodegroep. Het gaat niet van mijn tijd af, hoop ik. Meneer de rector magnificus, dames en heren, beste Jan. Toen een journaliste, cabaretier Wim Kan, destijds vroeg hoe het voelde om 65 te worden, antwoordde deze: ach mevrouw, ik zag het al een hele tijd aankomen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor jou Jan. Het heeft je er echter niet van weerhouden in 2007 nog de Tilburgse methodegroep op te richten. In plaats van na je eredoctoraat in Leiden rustig uit te drijven richting het emeritaat, koos je ervoor om je nek uit te steken in een vanuit datzelfde Leiden aangezwengeld debat over de vraag of recht wel een echte wetenschap is. Met gezonde tegendraadsheid gaf je aan dat dit helemaal de verkeerde vraag was, al was het maar omdat de uitkomst daarvan bij voorbaat vaststond. Welke zichzelf respecterende hoogleraar zal immers willen toegeven dat wat hij of zij doet geen wetenschap behelst? Dat lijkt toch een beetje op het vragen aan de kalkoen wat hij van Kerstmis vindt. Jij vond het interessanter te bestuderen hoe juristen nu eigenlijk precies onderzoek doen. Van rechters wisten we al dat ze soms dwalen, maar in hoeverre gaan wij als rechtswetenschappers zelf eigenlijk verantwoord te werk? Een van onze eerste publicaties binnen de methodegroep bestond eruit om een aantal artikelen uit de rubriek Wetenschap van het Nederlands Juristenblad te toetsen aan een drietal minimumnormen waaraan iedere wetenschappelijke publicatie zou moeten kunnen voldoen. Namelijk, 1. Heeft het onderzoek een duidelijke vraagstelling? 2. Wordt er zorgvuldig omgegaan met bronnen? En 3. Wordt de vraag ook op een consistente wijze beantwoord? Geen onmogelijke eisen, zou je zo denken.
Maar de uitkomsten van het onderzoek vielen helaas nogal tegen. Als autoriteit op het gebied van het burgerlijk recht moet het vervolgens een vreemde gewaarwording zijn geweest om plotsklaps te worden weggezet als iemand die een soort wetenschappelijke inquisitie zou voorstaan. In de wandelgangen werd zelfs gesproken over de Tilburgse methodenpolitie. En deze politie was zeker niet uw beste vriend. In deze periode heb ik je wel beter leren kennen, Jan. Wat mij aansprak was dat je je geen moment bekommerde om je reputatie en dat je je ook weinig aantrok van alle kleine plaagstootjes van mastodonten binnen het vakgebied. Met gevoel voor humor en vlijmscherpe argumenten werden zij van repliek gediend. Niet alles van waarde is weerloos, was je motto. Integere wetenschapsbeoefening en kritische reflectie op het eigen vakgebied zijn het waard om bevochten te worden, iedere dag weer. Mij werd al snel duidelijk dat voor jou het referentiekader voor het belang van methodologie binnen de rechtswetenschap niet lag bij acceptatie door eerder genoemde mastodonten. Zij worden door Van Dalen immers niet voor niets omschreven als prehistorische olifanten. En iedereen weet hoe het daarmee is afgelopen. Stiekem had je er ook wel een beetje plezier in dat de gevestigde orde zo schrok van zijn eigen schaduw. Wij moesten ons daar niet te druk over maken en dienden ons vooral te richten op beginnende onderzoekers. Zij worstelen vaak met problemen als: hoe kom ik nou eigenlijk tot een vraagstelling die iets nieuws toevoegt aan de bestaande wetenschappelijke kennis? En hoe voorkom ik tunnelvisie? Zorg ik ervoor dat de kennis die voortvloeit uit mijn onderzoek meer is dan zomaar een mening? In je eigen onderzoek, Jan, heb je geprobeerd om te laten zien dat er wel degelijk antwoord mogelijk zijn op dit soort vragen, zonder dat dit ook gelijk betekent dat er zoiets bestaat als een blauwdruk voor goed onderzoek. Met de belangen van studenten en promovendi voor ogen heb je je bovendien stevig geroerd in het onderwijs. Het is zo even al gezegd. Zo heb je een vak methodologie van het privaatrecht ontwikkeld dat volstrekt uniek was in Nederland en dat steeds grotere aantallen studenten trok. Verder heb je met succes geknokt voor een vak methode en technieken van onderzoek in de bacheloropleiding en heb je aan de wieg gestaan van de Tilburgse onderzoeksmaster. Bij de opening van die onderzoeksmaster gaf je een belangrijke opdracht mee aan de eerste lichting studenten. Deze had je ontleend aan het gedicht Voorschrift van Hendrik Marsman. Die opdracht luidde letterlijk: geloof in het ongelooflijke en streef naar het onmogelijke. Ontgin waar niemand vruchtbaarheid vermoedt. Elke woestijn heeft zijn wel. Geloof onafgebroken, hier moet water zijn. Einde citaat. De boodschap was duidelijk. Niemand mag een wetenschapper veroordelen voor het feit dat hij niet gevonden heeft waar hij vol toewijding naar heeft gezocht. Het enige verwijt dat hem kan treffen is dat hij niet werkelijk gezocht heeft. Door het werk aan de inleiding bij je verzameld werk dat de titel Cirkels heeft meegekregen, heb ik met eigen ogen kunnen waarnemen met hoeveel toewijding je al die jaren zelf naar nieuwe kennis hebt gezocht. Ik vind dat je ongelooflijk trots mag zijn op wat dat heeft opgeleverd. Je hebt namelijk compleet nieuwe leerstukken en begrippen in het privaatrecht geïntroduceerd. Ik denk bijvoorbeeld aan het leerstuk van de mededelings- en informatieplichten. Ik denk ook aan de betekenis van alternatieve reguleringsvormen voor wat je het nieuwe privaatrecht noemde. En natuurlijk de idee van het recht als een discursieve grootheid. Een proces van voortdurende meningsvorming en overtuiging dat nooit af is, maar dat ronddraait in cirkels. Voor iemand die altijd de grenzen van het eigen vakgebied heeft opgezocht en die zich vaak liet inspireren door buitenlandse rechtsstelsels, is het opvallend dat je bepaald geen reislustig type bent gebleken. Je verzameld werk had wat dat betreft evengoed dienstreizen van een thuisblijver genoemd kunnen worden, ware het niet dat die titel reeds vergeven was. De meest grensverleggende ideeën in jouw werk zijn namelijk veelal thuis in Berkel en Schot geboren. Het bewijst denk ik dat je als onderzoeker niet voortdurend naar ieder buitenlands congres hoeft te rennen om nieuwe inzichten op te doen. Zitvlees, verbeeldingskracht en uithoudingsvermogen van jezelf, maar waarschijnlijk ook wel een beetje van Ine en van de rest van het gezin, zijn minstens zulke belangrijke eigenschappen om als wetenschapper te slagen. Jan, ik ben je heel erg dankbaar voor alles wat je voor de methodegroep en voor mijzelf hebt betekend de afgelopen jaren. Het was niet alleen een eer, maar vooral ook een groot genoegen om met je te mogen samenwerken. In de roerige jaren die achter ons liggen, was je een steunpilaar waar we blind op konden vertrouwen. Wat de toekomst betreft ben ik er in al mijn vezels van overtuigd dat de geschiedenis zal uitwijzen dat je in een rij van grote Nederlandse privatisten zult komen te staan en dat je nog lang geroemd zult worden als een vernieuwer met een vooruitziende blik. Eén ding heb je denk ik echter niet voorzien. Ik ga eens even kijken of ik een plaatje tevoorschijn kan toveren. Dit plaatje kende je. En dit plaatje ken je ook. Toen je mij ongeveer een jaar geleden adviseerde om bij je afscheid niet met een liber amicorum op de proppen te komen,
wist je dat ik adviezen, zelden, goed bedoelde adviezen, zelden opvolg. Dat is ook dit keer zo. Je wist bovendien ook niet dat Gijs van Dijk, Ivo Giesen, Fred Hammerstein en ik al met dat Liber Amicorum bezig waren. Samen met de mensen van Kluwer hebben we geprobeerd er iets moois van te maken. Daarbij hebben we getracht zoveel mogelijk rekening te houden met jouw aversie tegen het gebrek aan samenhang in veel afscheidsbundels. Om die reden hebben we een select gezelschap van privatisten gevraagd om annotaties te schrijven bij publicaties uit jouw verzameld werk en daarbij de criteria in acht te nemen die je zelf voor het schrijven van een annotatie hebt geformuleerd. Als deze commentaren straks in jouw ogen dus onvoldoende samenhang vertonen, dan vrees ik dat dat mede veroorzaakt wordt door de onderliggende uitspraken. Dat leek mij een ijzersterke methodologische verdedigingslinie om het project toch maar door te zetten. Jan, mede namens de vakgroep Privaatrecht, de methodegroep, de redactie van het Liber Amicorum en alle auteurs en anderen die daaraan hebben meegewerkt, wil ik hierbij graag het eerste exemplaar van deel 1 en deel 2 van Cirkels aanbieden. Of er ooit nog een derde bijzonder deel komt, laat ik open. Op die manier houden we allemaal iets om naar vooruit te zien. Ik heb gezegd. Collega Frank kan natuurlijk niet overvallen, maar ik zou hem heel goed kunnen voorstellen dat hij nog kort iets wil zeggen. Zonder verrassingen kan het kennelijk niet, Rob. Dat had je me al, dat had je bij aangekondigd dat dat zou gebeuren. Van, ik ben heel erg dankbaar voor al die hartelijke toespraken die gehouden zijn, onverwachte toespraken, ook vanuit onverwachte hoek, wat er allemaal is gekomen. En ik ben iemand die meestal tamelijk secundair reageert, vrees ik. Dus ik zal al die toespraken graag in me opbergen en af en toe laat ik er een zuchtje uit om daarvan, laat ik zuchtje ontsnappen om daarvan te kunnen nagenieten. Er was mij beloofd een warm bad, dat ik gedompeld zou worden in een warm bad. En dat is waar. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat het geen Finse sauna geworden is, want dan kreeg ik nu een koude douche. En dat zou wat minder zijn. Ik heb vorige week maandag afscheid genomen van de vakgroep Privaatrecht en ik ben bedolven toen onder allerlei mogelijke wensen met allerlei attributen wat ik zou moeten gaan doen, et cetera. En ook al een begin van een uitvoering daarvan. Als ik dat allemaal zou gaan doen, of misschien maar de helft, dan zou ik de drukste pensionada van het westelijk halfrond zou ik ongeveer zijn. En daar komt dus nu bij dat ik ook nog een plaats blijf behouden in de vakken waar ik heel erg blij mee ben dat ik af en toe nog terecht kan en dat ik af en toe nog de contacten blijf onderhouden. Ik heb dat geloof ik bij mijn afscheid ook gezegd van een van de dingen van het pensioen, nadelen van pensioen, is dat je de contacten met jonge mensen vooral, dat je die verliest en dat wordt op deze manier wordt dat wel in de kiem gesmoord. Bovenop al deze prachtige dingen ook nog het boek Cirkels. En nog wel twee, want dat was de verrassing van. Ik heb van Luc Strikwa daar ook begrepen, die had uitdrukkelijk gezegd geen Liber Amicorum en ik kreeg er één. En ik heb gezegd geen Liber Amicorum en ik krijg er ook één. Met heel veel plezier zal ik het gaan lezen. Maar eerst ook en vooral dank aan al diegenen die aan het eerste deel van de Cirkels hebben meegewerkt. Dat is een enorm karwei geweest om al die oude publicaties, om die weer beheersbaar te krijgen en toonbaar te maken, et cetera. Hebben maar liefst 6 studentenassistenten, hebben 2 of 3 keer teksten moeten bekijken. En secretaresses Lieke en Mandy die hebben vragen voorzien die nog niet gerezen waren, die ze toch wel konden beantwoorden. En Rob van Gestel en Erik Chongqing Tsai hebben ook een heel liefdevol en heel genereus portret van mijn werk geschilderd, waar ik ze zeer erg dankbaar voor ben. En Kluwer heeft het in een heel mooie uitgave. Ik had het nu mee moeten nemen, hadden jullie het nog eens kunnen zien, maar in een prachtige uitgave heeft hij dat verstopt. Heel veel dank aan al diegenen die dat gedaan hebben en natuurlijk ook voor deel 2, maar daar zal ik dan ook op terugkomen als ik het allemaal gelezen heb. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik heel veel dingen heb mogen doen die voor mij niet in de sterren geschreven stonden. En ik heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen en op de manier zoals ik het zou moeten doen. En ik ben ook blij
met de vrijheid die de faculteit en de universiteit mij gelaten heeft en waar ze me niet gelaten heeft, waar ik die heb genomen voor zover dat weer mogelijk was. En bij alle gekrakeel en sturing over hoe het aan de universiteit toegaat, is het voor mij nog steeds een vrijplaats van denken en handelen. Al zie ik hoe met name de net benoemde collega's zich in slag in de rondte moeten werken om op allerlei terreinen zich te moeten waarmaken en dan liefst ook allemaal nog tegelijk. En misschien is dat ook wel een van de verklaringen waarom ik zoveel thuis bleef en dat ik niet van reislustig type ben. Van, ik gebruikte meestal mijn verblijven in het buitenland om in een bibliotheek te gaan zitten. En daar bleef ik een hele week zitten. Ik was alleen op dat ogenblik, dus dan kun je bijna dag en nacht kun je daar doorbrengen. Er zijn zeker faculteiten in Harvard bijvoorbeeld, kun je dag en nacht kun je daar blijven. Hebben zelfs een soort slaapzakken voor je neergelegd, dus als je wilt kun je daar nog gebruik van maken. En ik ging bijna ieder jaar ging ik een keer naar een buitenlandse universiteit, naar de bibliotheek. En kwam terug in die tijd nog met duizenden kopieën die ik maakte, want ik had geen tijd om het allemaal te lezen, maar wel om kopieën te maken. En thuis was ik wekenlang bezig om te selecteren wat ik weg kon gooien en wat ik kon behouden, et cetera. En ik vond dat een ongelooflijk goede tijdsbesteding van, ik ben nooit in de verleiding gekomen om dat in te ruilen voor congressen of wat dan ook, want daar heb ik inderdaad niet veel aan meegedaan, omdat ik op deze manier, nou ja, zoveel dingen kon opsteken die, waar je ideeën van opdoet en waar je dus mee verder kunt. Dus dat was mijn buitenland, wat ik dan vooral heb gedaan. Maar in de huidige tijd kan dat natuurlijk allemaal niet meer, dus dat moeten we niet doen. Er is ook gezegd van, ik ben naar de universiteit gekomen om te schrijven. Dat was mijn belangrijkste punt. En dat ging altijd bij mij gepaard met onderwijs. Ook toen ik een volledige onderzoeksaanstelling had. Ik heb altijd daarnaast onderwijs gegeven. En al mijn iets wat grotere publicaties, die zijn, zoals ik het maar noem, gewassen en gestreken in het onderwijs. Ik heb er eerst onderwijs over gegeven, toen geschreven of eerst geschreven en er daarna onderwijs over gegeven om daarmee verder te kunnen komen. En datgene wat ik vandaag verteld heb, zijn voor de studentenmethodologie, het vak is een paar keer genoemd, ik zie erachter een aantal mensen zitten, is dat allemaal al gesneden koek geweest. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het vertrouwen wat ik van promovendi, promotie gekregen heb. Ik heb dat eigenlijk, het is al gezegd, van, ik heb dat altijd als een feest ervaren. Ik was echt het mooiste om te doen. Het waren natuurlijk niet allemaal makkelijk, maar het moeilijke bij, maar het was datgene van begeleiden daarvan, meedenken. Mensen hebben die na 6 weken meer van het onderwerp afweten dan jijzelf. Dat vond ik fantastisch om daar dingen van te kunnen leren. En ik vind het ook voor een vakgroep ongelooflijk belangrijk dat er veel promovendi zijn. Ik denk als er weinig promovendi zijn, is dat de dood in de pot. En ook als promotor ben ik er voor hen, dus gezegd van dat ik er altijd veel tijd voor maak. Ja, ik vind inderdaad als promotor ben ik er voor hen. Ze hoeven voor mij niks terug te doen, ik hoef daar geen publicaties aan over te houden. Mijn beloning is als ze in de aula staan, dan vind ik het prima, vind ik het prachtig, et cetera. En ik hoop dat ik die immateriële beloning nog 7 keer mag innen, want ik heb nu nog 7 mensen die ik mag begeleiden op de weg naar de eindstreep. Ik heb eerder eens gezegd, ik geef niet zo gauw op. En dat brengt me ook bij de methodegroep. Rob heeft het al aangekaart, het motto van je moet zoeken en je moet vooral je weg blijven volgen. En ik heb daar ook nog een ander voorbeeld van en dat ontleen ik aan de advocatuur. En met name mijn patroon in de advocatuur, dat was Van Boeschoten. En hij voerde de zaak tegen de Franse kaliemijnen in eind jaren 70. Hij trad op voor de Franse kaliemijnen. En eigenlijk was het hele proces, nog voordat de rechter uitspraak had gedaan, was al beslist ten nadele van de Franse kaliemijnen. Want de hele, zeg maar, kranten en juridische literatuur waren allemaal tegen die boosdoeners van die Franse kaliemijnen. En ik vond één indrukwekkend geheel van toen de zaak diende bij de rechtbank in Rotterdam. Toen stond Van Boeschoten stond op en zei van, ik heb me nog nooit meer advocaat gevoeld dan vandaag. En ik heb iets daarvan ook. Als we het over methode en methodologie hebben, ik voel natuurlijk best dat er veel weerstand tegen is. Maar het is, we hebben naar mijn idee goud in handen, dat is mijn overtuiging. En daar gaan we voor en dat blijven doen. Ik dus nu op afstand, maar Rob en de zijnen zullen daarmee verder gaan. En nog iets over de faculteit en de universiteit. Ik ben natuurlijk heel blij met het scholarship wat is verleend en waardoor mijn naam ten eeuwige dagen, nou ja, zolang het duurt, kan blijven verbonden blijven. En, maar dat, ik vind het prachtig, ik vind het een geweldig idee om dit soort dingen te doen.
Ik heb al als een van de bijzonderheden van de faculteit genoemd de aandacht voor de methodologie. En er zijn meer bijzonderheden. Ik heb eens willen schrijven over de Tilburgse faculteit als de juridische faculteit in Tilburg gaat vreemd. Dat was bedoeld als een geuzennaam, maar bij nader inzien toch niet zo geslaagd leek. Dus ik heb het maar achterwege gelaten. Maar wat ik ermee bedoel is dat de ideeën over elkaar heen buitelen. Je hoeft het gelukkig niet met alles eens te zijn wat naar voren wordt gebracht. En soms zou je wensen dat ideeën niet ergens halfweg de uitvoering blijven steken. Maar het voordeel is dat je zelf ook initiatieven kunt ontplooien en dat je daar ook de ruimte voor krijgt. En toen ik deel uitmaakte van het bestuur van de faculteit, toen zei de toenmalige rector tegen mij van dat ik de onderzoekers dichter op de huid moest zitten. En toen zei ik, rector, dat is wel het allerlaatste wat je in onze faculteit moet doen, want iedereen is hartstikke vol ambitie, et cetera. De grootste moeilijkheid is hoe je die kikkers allemaal in de mand een beetje kunt houden. Dat vond ik een veel groter probleem. En in die tijd heb ik een keer een kleine typologie opgesteld van onderzoekers. Wat onderzoekers in het algemeen kunnen zijn. Ik ben getypeerd met de boeken en ik wil nu graag iets terugdoen door onderzoekers te typeren. Dus niet bestuurders, docenten, et cetera, maar onderzoekers. De veelzijdigheid, die spat er vanaf en dat is het werken, dat is wat het werken aan de universiteit en faculteit ook zo prachtig maakt en zo tot een intens plezier. Ik heb het lijstje dus ooit gemaakt en dacht van misschien kan ik het nog eens gebruiken. En ik heb het nu, heb ik het hier liggen om aan u voor te houden. En dat tot slot van deze bijeenkomst. Een onderzoeker kan zijn hemelbestormer, koele analyticus, vurige pleiter, notoren dwarskijker, poëet, systeembouwer, nederige dienaar, een wijze pragmaticus, een doener, een graver, een denker, een profeet, een literator en een orakel. Kortom, een heel kleurrijk gezelschap en ik ben dankbaar dat ik mij daar zo lang in dergelijk gezelschap heb mogen bevinden. Ik dank u zeer. Brengt ons, dames en heren, aan het eind van deze academische zitting. U bent zo in de gelegenheid om Jan Franke de hand te drukken. Gelet op de omvang van uw gezelschap kan ik me voorstellen dat u eerst een drankje en een hapje neemt en een geschikt moment kiest om dat te doen. Verder wil ik vragen bij het verlaten van de zaal voordank te geven aan het cortège van hoogleraren en onze bijzondere gasten die op de eerste rij zijn gezeten. Ik sluit deze zitting, mag ik u verzoeken te gaan staan. Dat wij volstromen met levensadem die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te halen wat onhaalbaar lijkt, om te helen wat onheelbaar schijnt.